Het Limburgse bevrijdingsmonument, opgericht in Maastricht, is in tegenwoordigheid van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de heer Seldon Chapin, door onze minister van Oorlog en Marine, ingenieur Staff, onthuld. Terwijl de Last Post weer klonk, ter nagedachtenis van de gesneuvelden, werden aan de voet van het monument kransen neergelegd, onder andere door de burgemeester van Maastricht, baron Michiels van Kessenig. De beeldengroep die in brons is gegoten, is vervaardigd door de Limburgse schilder, glazenier en beeldhouwer Charles Eyck, die een werk van deze omvang nog niet eerder heeft verricht. Op de voorgrond bevindt zich de figuur van een Amerikaanse soldaat die het V-teken maakt. Daarnaast, symbool van de bevrijding, een gevangene die zijn boeien heeft verbroken. Voorts is er nog het beeld van een arbeider die een hamer torst, zinnenbeeld van de wederopbouw. Deze schepping van Charles Eyck is een indrukwekkende herinnering aan verzet, bevrijding en herstel van Limburg.